Ja, het maakt me echt verdrietig. Ja, ik vind het mooi. Ik zie echt, ik zie bij jou boosheid. Toch na, ja, mooi. Nou, ik moet, na 40 afleveringen hebben we emotie bij de man. Die zijn er om op te lossen. En dat is precies wat wij, Anna Chimbrere, Stefan Pop en ik, Tex de Wit, in deze podcast doen. Welkom bij Zo Opgelost. Nou, we hebben deze week een inzending van een bijzondere luisteraar. Oh, wat leuk. Ja, het is een hele bijzondere gast. Zijn bijnaam is ook wel Cheese from the Bacon. Kees van der Spek, misdaadverslaggever, oplichters, opspoorder. En nou, ik ben een groot fan van hem. En hij heeft een vraag voor ons voor Zo Opgelost. Hallo, Kees van der Spek hier. Ik heb een vraag voor Zo Opgelost. Kijk, ik luister heel erg veel, eigenlijk iedere dag, naar klassieke muziek. En dan natuurlijk vooral naar Bach, want dat is de enige echte. Maar los daarvan, klassieke muziek dus. Waarom? Omdat het me rust geeft, het geeft me relativeringsvermogen. Ik word er gewoon eigenlijk kort gezegd intens gelukkig van. Het is ook goede muziek, want waarom zou het anders 300 jaar hebben stand gehouden? Dan moeten we nog maar afwachten met de muziek van vandaag de dag. Ik vraag me eigenlijk af, waarom luisteren er niet veel meer mensen naar klassieke muziek? En hoe kunnen we de jeugd aan de klassieke muziek krijgen? Ja, nou, ik vond het een hele goede vraag van Kees. Want ik weet niet of jullie veel klassieke muziek luisteren. Ik luister best wel veel. En eigenlijk zeggen ook bijna alle neurowetenschappers en hersenonderzoeken, onder andere de Hersenstichting, pleiten voor het luisteren naar muziek. En klassieke muziek wordt in ieder geval het meest het hoog gewaardeerd op gebied van ontspanning en rustgevende effecten. Dus eigenlijk best een goede vraag. We hebben een generatie, een jonge generatie die onder veel druk staat. Zou het niet goed voor ze zijn als ze wat meer klassieke muziek luisteren? Ja, dus dat is waarschijnlijk. Dat is dus goed. Ja. En nu is de vraag, hoe krijgen we dat voor elkaar? Nou, ik zal je heel even een deprimerende statistiek geven. In 2007 hadden wij in Nederland 245 muziekscholen. In 2015 hadden we 135 muziekscholen. Echt? In 2021 hadden wij 12 muziekscholen. Wat? Hè? Om even aan te geven hoe hard het aantal scholen voor gewoon muziek in maken. In Nederland of in Amsterdam? 12? Nee, het is landelijk. Dus geregistreerde muziekscholen. Dus ik heb het niet over privé muziekscholen. Die zullen dan misschien wat groter zijn geworden, omdat ze een gat zien. Maar gewoon vanuit de overheid, gesubsidieerd, kinderen aan de muziekles krijgen, is het dus van 245 in 2007. Hè? Dus we hebben het in 17 jaar naar 12 gekregen. Hè? Dus dit is los van een verhoging van 21% qua BTW. Ja. Want heel even voor mensen die mij nu weg gaan zetten als links en goodmensch, wil ik heel even duidelijk maken. Mensenwerk kan je niet efficiënter maken. Laten we zeggen dat je website kan je tegenwoordig sneller bouwen dan dat je het vroeger moest bouwen. Je hebt AI, je hebt andere tools. Maar gewoon muziek. Iemand moet dat gewoon spelen, dag in, dag uit. Moet gewoon oefenen. Moet 10.000 uur maken. Om het en hij kan niet efficiënter worden. Mm. Ik bedoel, dat is wat het is. Dus als we dat op dezelfde manier gaan belasten, ja, tuurlijk ga je dan op een bepaald moment tegen een plafond aanlopen dat je niet meer een kwartet kan inhuren om klassieke muziek te gaan laten spelen bij jouw tuinfeest of whatever. Want, maar nee. Ja, maar wat zegt het volgens jou dat het aantal muziekscholen zo geslonken is? Want zegt dat inderdaad dat er dus blijkbaar dat je er geen te weinig geld mee kan verdienen en dat mensen daarom niet meer als serieus vak gaan zien? Nee, ze krijgen geen geld meer. Dus er wordt geen geld meer. Minder gesubsidieerd. De subsidie wordt steeds meer stopgezet. Nee, ja, ja. En dus de BTW gaat omhoog. Ja. Dus ja, die muziekscholen. En dan had je corona er bovenop. Dat hebben ze dus meegewogen. Mm. En dan kom je dus op 12. Wat heb je want dit is toch. Want Kees heeft het over muziek luisteren. Ja. Maar dit is ook muziek spelen, toch? Klassieke muziek, dat is volgens mij voor kinderen ook heel goed. Maar klassieke muziek, heel maken is heel goed. Misschien is één denkstap die ik vooraf even had moeten zeggen. Klassieke muziek is een muziekstijl die je moet leren luisteren. Ja.
Je moet eigenlijk bijna onderwijs krijgen in waarom dat zo fantastisch is. En waarom heel veel ritmes en muziek die we nu luisteren eigenlijk hun oorsprong hebben in klassieke muziek. Ja, precies, dat die akkoorden eigenlijk vaak al van Bach afkomstig zijn of van Beethoven. Maar dat is dat niet met alle soorten muziek? Ik bedoel, rap heb ik ook even moeten leren. Jazz, helemaal ingewikkeld. Ja. Toch? Eigenlijk is met iedere soort muziek moet je even leren. Maar als je jong bent, dan kijk je vooral naar wat doen je peers? Wat doen de mensen om je heen? En dan... maar ik verbaas me erover dat rechtse kabinetten die er nu zitten... die notabene hameren op een joods-christelijke cultuur... waarbij klassieke muziek zijn oorsprong zo'n beetje heeft... in christelijke zang en overdracht van christelijke teksten... dat daar dus zo op wordt gekort. Dat is dus deel van je cultuur. Het zou toch doodzonde zijn dat dat niet meer kan. Maar en, het is elitair. Nou ja, het rare is, dus als je naar opera kijkt... opera wordt gezien als iets elitairs. Maar opera is vanaf het begin... was dat eigenlijk voor het volk. Dat zijn namelijk hele simpele... En net als theater eigenlijk. Ja, dat zijn hele simpele... Klassieke muziek is inderdaad ook begonnen als kerkliederen. Ja, ja. Ja, dus het is gewoon overdracht van naar het volk... wat je eigenlijk wil zeggen. Maar goed, dus daar zit er een grote frustratie in. En als ik dan ga kijken naar... Ik heb een voorbeeld meegenomen van het, dan moet ik het goed zeggen, ricotta of ricotto. Nou, ze gaat zelf goed zeggen. Klinkt als een kaassoort. Ricotto ensemble. En wat zij dus doen als ensemble, zij zijn dus 40 professionele en amateurs die samenkomen in dat ensemble. Die gaan dus op gekke plekken, gaan ze gewoon optreden. Oh, wat vet. Gewoon waar mensen klassieke muziek niet verwachten, daar gaan ze klassieke muziek spelen. Om mensen dus... klassieke muziek bij te brengen. Wat tof. En ik heb eerst haar motivatie. Dus dan kan je het horen. Ik heb het vooral, natuurlijk ervaar ik het nog steeds wel, maar zeker aan het begin, toen ik net in het ricciotti speelde, dat je dan ergens op een plek zit waar je weet dat mensen verschrikkelijk veel hebben meegemaakt en een heel heftig stuk aan het spelen bent. En in de zaal echt reactie merkt van, nou ja, deze muziek doet dit met die en die persoon. En ik hoef niet te weten wat ze hebben meegemaakt of wat er aan de hand is. Maar je merkt wel dat die muziek heel erg aankomt. En als je het dan vergelijkt met een concertgebouw waar mensen stijf zitten... en soms echt alleen maar zitten omdat ze er moeten zitten of willen zitten... of dat ze willen laten zien dat ze er zitten. Dat vind ik heel belangrijk. Ze zouden niet misschien uit zichzelf een kaartje kopen... maar het doet wel heel veel met mensen. En dat is voor mij wel echt de belangrijkste reden om mee te spelen. Nou, dit komt uit Uur van de Wolf, van een docu over hun. Dit zijn dus mensen die dus proactief bezig zijn om klassieke muziek... bij andere doelgroepen er binnen te krijgen. Dat kost geld. Ja. Oké, hebben we daar geld voor over? Ja of nee als maatschappij? Blijkbaar zeggen we dus nu... hier hebben we geen geld voor over. Wat doodzonde is... dat dus zo'n groep niet meer met daklozen muziek kan maken... of gewoon in Katendrecht, Rotterdam... ineens met z'n veertigen op dat plein kan gaan staan... en kan gaan spelen. Want dan krijg je dit soort... dit is prachtig uit de docu... hebben ze dus een microfoon neergezet bij Rotterdammers... die lopen te luisteren naar klassieke muziek. Ja, sowieso Rotterdammers. Maar je moet er echt voor de tijd voor nemen, denk ik, toch? Ja. Nee, wat je daarnet zei, je moet in een concertzaal zitten. Ik ben er geen type voor. Maar zeg dat je er zit, denk ik ook wel dat het leuk is. Ja, dit is ik heb ook iemand meegenomen, de Frans Bouwer, die helemaal niet van die muziek hield. Die vond het ook prachtig, na de hand. Ja. Hier zijn de bloeknerveus van. Het zijn nog stukjes. Zijn er glinsters? Wil je zelfs een kind hebben die dat in de avond zit te oefenen? Ja, nou, dat hoor je blaas niet meer. Oh, maar het is toch hartstikke leuk als je gewoon... soms moet je gewoon iets leren eten of iets leren luisteren. Ja. En als wij als maatschappij ervoor zorgen dat we dat dus niet meer naar de mensen kunnen brengen... Ja, dat maakt me echt verdrietig. Ja, ik vind het mooi. Ik zie echt iets bij jouw boosheid. Vind toch ik wel mooi. Ik moet na 40 afleveringen hebben emotie bij de man. Nee, maar dan moet ik... We hebben Kees van de Spekker voor nodig gehad, maar... Ja, maar bij Kees, want ik zou heel graag... Ik kan allemaal helemaal gekke dingen gaan bedenken, maar die worden dus al bedacht door zo'n ensemble. Ja. Maar die geven dan niet... Maar dus eigenlijk zeg jij gewoon, begint gewoon bij subsidie.
Ja, geef dus gewoon zorg subsidie. Gewoon dat er scholen zijn, ja. En het vervelende is, er zijn tig voorbeelden van mensen die niet correct zijn omgegaan met subsidie. Die dat naar kunstprojecten, weet je, we kennen allemaal de rotondes waar er dan een voorwerp staat waarvan je denkt, waarom is hier een trompet uitvergroot en op een rotonde gezet? Dit heeft geen enkele toegevoegde waarde. Ja. Oké, vind ik ook jammer dat daar subsidie naartoe gegaan is. Ben ik ook niet groot voorstander van. Maar zoals bij ieder bedrijf waarin je wel eens investeert in de breedte, zijn er dingen, oké, die werkten niet. En dingen die wel werkten. Mm-hmm. En nu vind ik het jammer dat ik denk dat de jeugd nog minder en minder gaat luisteren naar klassieke muziek als ze nog maar 12 fucking muziekscholen hebben. Ja. Dus dat moeten we ergens omdraaien. Ja. Ik geloof dat zeker. Dus meer subsidie en dat je dat moet stimuleren. Ik vind het zelf ook prachtig, klassieke muziek. Maar ik denk toch dat, Steve, dat jij iets te emotioneel hierin zit om dit goed te kunnen oplossen. Ja, oké, okay, misschien wel. Misschien wel. Ik heb het nog wel leuk als Steve. Ja, dat vind ik ook heel leuk. Maar ik schrik er ook een beetje van. Want ik wil geen medelijden hebben met solisten. Dus als je cabaretiers erover... Dat is, ik heb het echt voor mensen die met meer dan vier op een podium staan. Ja. Dat is niet te betalen. Nee, en die krijgen echt niet veel geld. Nee, en het is ook... Ik dacht, we moeten ook een beetje pragmatisch zijn als klassieke muziek. Ja. Want het is gewoon, het is heel moeilijk om het goed te spelen en alles. En het is, je moet het leren luisteren, maar dat is wel echt een hindernis. Mm-hmm. Dus volgens mij mag het, je hebt die moeilijke klassieke muziek. Je hebt gewoon de redelijk ontoegankelijke klassieke muziek. Je hebt geen Wagners, nee. Maar we moeten opstapjes daarheen hebben. Ja, Beethoven is makkelijk. Nou ja, Beethoven, het is allemaal heel oud. We moeten ook nieuwe dingen hebben. Volgens mij, wat klassieke muziek nodig heeft, is een beetje tekst. Oh ja? Wij hebben... ze moeten leren van de dance muziek. Dat je dus gewoon, het gaat om de beat en de muziek en de melodietjes, maar er zit in het refrein zitten gewoon drie zinnetjes. Tekst, want ik vind dat juist zo ontspannen dat er geen tekst in zit. Zeker, maar gewoon even een paar zinnetjes. Okay. Dat is ook als je nou, the faithless God is a DJ, this is my church, this is where I heal my hurts. Dat is, en daarna gaan ze weer een halve minuut lang gewoon, dan gaan ze gewoon weer spelen. Maar dan heb je soms even een zinnetje. En dat is niet. Dat is zodat mensen er makkelijker over kunnen praten. Want nu is het gewoon, ken je Taylor Swift Blank Space? Dat is makkelijker dan, ken je die van Beethoven? Welke? Ja, het is moeilijker. Nou, weet je wie dit heel erg doen? Het zijn rappers. Want ik weet niet of jullie nog Xzibit van vroeger kennen. Ja. Die had dat heel goed gedaan. Ik kan nu niet nazingen. Maar en dus Rosario Sor, die met ons mee was, die heeft het Sorkest. Die heeft ook echt, die probeert in zijn rap. Zo spreekt hij echt een ander publiek aan met een heel orkest achter zich. Die allemaal klassiek spelen. Ja, dat vind ik heel dat goed. Dat is heel vet. Nee, dat vind ik heel goed. Maar ik zou het dus ook omdraaien dat als jij gewoon klassieke muzikant bent, of een ensemble of een orkest, dat je wat liedjes doet met wat tekst erin. Want dan kunnen mensen het ook beter onthouden. Mm-hmm. Of diss-tracks tussen dirigenten. Nou, hier. Toch? Van diss-tracks. Hier. Wat nou, concertgebouw, orkest? Ja. Ja. Wij zijn Philharmonisch Orkest. Listen to this. En dan een diss track. Ik denk wel dat meer gaat leven. Want nu is voor mij als relatieve... ik weet er relatief weinig van. Denk ik, oh, je hebt dat orkest, dat. Maar ik weet niet precies wat het verschil is. Daarvoor moet je ook al best veel weten. Maar inderdaad, als je dus stap 1 voor mij zou een beetje tekst zijn. Ja. Stap 2, kortere liedjes. Oh ja. Je mag het niet liedjes zeggen. Want mijn vriendinnen hebben bij Radio 4 gewerkt. Stukken. Je gaat echt kapot gemaakt worden als je klassieke muziek... Wat een leuk liedje van Beethoven. Nee. Oké, klassieke composities, stukken. Ja. Ik ben hier even pragmatisch. Hè? Ja, zeker. Dus kortere dingen. Dus Matthäus Passion, 2 uur en 3 kwartier. Is prachtig maar natuurlijk. Ook, maar prachtig, hoor. Ik denk dat we toch ook kortere... Ik zeg niet dat dit het moet in de plaats van. Hè? Dit is ook, hè, om mensen te laten instappen. Dat je denkt, heb je dit nummer gehoord van het Residentieorkest? 4 minuten kan je echt lekker aanzitten, zit een beetje de tekst in. En wat we nodig hebben is meer sterren. Ja. Want, ik bedoel, Beethoven, Bach, fantastisch, heel oud. Hè? Maar we hebben in Nederland André Rieu, Janine Jansen, Wiebe Suryadi, maar daar houdt het voor, denk ik, een beetje. Nou, je hebt wel van die jonge pianisten, die zijn best wel goed, die zijn ook best wel bekend. Ja, maar zijn het al echte sterren? Ja, die broertjes Jussen, toch? Dit is een cute, ja. Maar we hebben volgens mij toch meer supersterren nodig. En wat daarbij helpt, zijn dus kortere liedjes en teksten. Ja, en seks. Dat het iets meer gangster wordt. Ja. Het is niet zo gangster, hè? Nee, het is niet zo gangster. Maar eigenlijk is Bach wel heel gangster. Wist je dat Bach in de gevangenis heeft gezeten? Echt? Ja, Bach heeft dus in de gevangenis gezeten, omdat hij wilde weg. En nu wordt het minder gangster als ik zeg waarom hij weg wilde. Hij kon ergens anders, moet ik goed zeggen, hofkapelmeester worden aan een ander hof. En hij mocht dat niet worden aan het hof waar hij zat. Dus hij wilde weg. Oh. Dus hij wilde gewoon mee stoppen. En toen is hij opgepakt. En toen heeft hij 3 weken in de kerker van Weimar gezeten. Nee. Ja. Oh.
Hij heeft echt vastgezeten. Echt? Dus Bach is meer gangster dan je zou denken. Hij is weer straat. Ja, hij heeft echt de kerker credits. Wauw, awesome. Op zijn naam. Wat goed, dat wist ik niet. Ja, maar de vraag is ook, is dat erg? Want best wel veel, ja. Ik zie, het grappige is, ik zie dus heel veel wel rappers flirten met klassieke muziek. En dat werkt ook heel lekker, vind ik toch? Als je een beat eronder zet. En op zich, die melodieën zijn best wel vaak gewoon, zeker van die klassiekers, zijn gewoon echt goed. Ja. Dus het is niet zo dat het ontoegankelijk per se is. Maar ik denk meer gewoon, hoe bereiken we nou, hoe krijg je nou bij de jeugd meer? Moet het dan toch op basisscholen meer gedaan worden? Moet je inderdaad... Meer... Nou ja, ik denk filmmuziek helpt ook heel film erg. Film werkt ook heel goed, ja. Nederlandstalige klassieke muziek. I'm telling you. Gewoon wat zinnetjes. Dat je denkt, je vindt lekker Nederlandstalig. Gewoon dat je er gewoon wat Nederlandse zin in strooit. Ja. Hey, populaire artiesten moeten verplicht 1 klassiek nummer op hun cd zetten. Ja. Ik zoek allemaal de manieren om mensen erin te krijgen. Maar dan een remix dus, zeg maar. Je pakt een klassieker. Ja, precies. Iets met klassieken bij. Mm-hmm. Ja. Idols klassiek. Bestaat dat dan? Nee. Nee. Het bestaat volgens mij niet. Je hebt wel eens dat er iemand als gimmick bij Holland's Got Talent een liedje speelt, maar die moet dan ook een glitterpak aan en weet ik het. Ja. Nee, iets. We moeten gewoon manieren. Je hebt Maestro, hè? Maestro vind ik heel vet. Dat is heel tof. Ja. Dat vind ik ook echt een goede. Maar dat wordt gewoon. Dat is dan helaas. Het is dus tv. En dat wordt echt door een oud publiek gekeken. Dat Maestro. Wordt niet. Ja, dat wordt niet gekeken door jonge mensen. Maar dat weet ik niet. Geloof ik meteen. Durf ik wel mijn hand voor in het vuur te steken. Maar ik geloof eens in dat we mensen daarheen moeten krijgen. Net als je gaat ook mensen gaan niet in één keer een heel moeilijk boek lezen. Die moet je via iets makkelijker boek. Dan is de kans groter dat ze ook dat moeilijke boek gaan lezen. Ja, dus we kunnen wel zeggen bij popsterren. Je bent pas een echte grote als je ook een keer een klassiek nummer hebt uitgebracht. Ja, klassiek nummer uitbrengen. Crossovers. Maar volgens mij, ik geloof ook in bestaande klassieke muzici. Want ook voor de massa. Die denken ook nog steeds... Dan is van Bach, Beethoven, dat is nog steeds gewoon het grote werk natuurlijk. Maar er zijn ook heel veel nieuwe mensen die nieuwe dingen maken. Maar dat bereikt de massa niet. Moeten we niet verplicht alle muziekfestivals? Ik zeg een Lowlands, ik zeg een Down the Rabbit Hole. Iedereen die subsidie krijgt. Iedereen die wel subsidie krijgt, moet verplicht 1 klassieke muziekartiest hosten. Ja. Krijgt zo'n festival als Lowlands subsidie? Ja, dat denk ik wel, ja. Laten we voor het gemak even van ja roepen nu. We weten het niet zeker, maar zeg, het is toch belachelijk dat Lowlands... Geen flauw idee, maar al krijg je geen subsidie. Ik denk dat een Lowlands er best wel voor open staat. En die doen het ongetwijfeld ook al. Misschien wel. Ja, nou, toch, we zijn die dingen aan het roepen die... Ja, maar ik vind het serieus een goeie. Want dan kom je naar... Want ik heb zeg maar van die grote festivals met veel artiesten. Zeker als er ook bands zijn. Dan leer ik altijd nieuwe artiesten kennen. Als er dan ieder jaar 1 grote klassiekmaker tussen zou zitten... zou ik dat heel vet vinden, toch? Ja. Oké. Nou, dat is even een suggestie. Ga verder met jouw rij. Klassieke muziekles op school gebeurt ook al wel, maar dan nog veel meer. Ja, dat is het subsidiegedeelte. Maar ik geloof dus echt, ik gewoon mijn oplossing, het is gewoon een beetje tekst, leren uit de dancemuziek. Ja. Dat breekt dan door, dat blijft in je hoofd zitten. Dan kun je het ook makkelijker met elkaar delen. Sterren creëren, idols klassiek, the whole package, let's go. En dan gaan we langzaam toewerken naar met z'n allen de Matthäus Passion luisteren. Ja, ik heb ook niet veel meer oplossingen, maar ik vind dat dit al best wel een goede aanvulling is. Sorry dat mijn oplossing vooral geld is. Maar niet, je bent gewoon een hele zakelijke jongen. Ik wil nog 1 op de valreep nog, ik wil zeggen, luisteraar, zet eens wat klassieks aan. En nog een andere podcast tippen. Dat is gemaakt door 2 vrouwen. Onder andere de vriendin van Stefan Pop. Ja. Huh? En die heet Beethoven is meer dan een hond. En dat is in 5, volgens mij 4 of 5 afleveringen... krijg je een crash course in klassieke muziek. En dan hoor je dus alles over alle componisten. Over alle orkesten. En je hoort ook over alle verschillende filmmuziek die er is. Dat je denkt, wow, dat is ook klassiek. Oh. Deze reclame, dat is van Beethoven. Dat is van Bach. Daar heb ik ook geleerd dat als iemand vraagt... wie is je favoriete componist? Dat je dan zegt, nou... Sowieso Bach. Dat zei Kees van der Spek ook. En daarnaast vind ik Schubert heel leuk. Dus je moet altijd eerst Bach zeggen. Ja. En dan de rest. Je hoort allemaal van dat Bach soort leuke tips. Noemen. Ik zou dat nooit Bach, doen. Bach is de... Sorry, Bach is, vind... de god. Ja, maar goed, dus luister die podcast als je meer wil. Zet eens op Spotify. Zet eens iets klassieks leuk, aan. Leuk. Maar we kunnen geniet toch allemaal even 2 componisten noemen die we lekker vinden. Waar je graag naar luistert. Sowieso Bach. Max Richter. En Chopin hou ik van. Dat ik hou ook heel erg van Chopin. Dan noem ik nog Gideon de Nerder van het Residentieorkest en het Van Baarle Trio. Zoek dat eens op. Laten we dat allemaal streamen. Ja, oké. Top. Nou. En die gasten onder het Rijksmuseum. Vergeet die ook niet, hè? Oh, die zijn ook leuk. Ja, oké. Nou, jongens, doe er maar een beetje wil, maar luister vooral wat meer klassiek. Zo opgelost. Heb je nou ook een probleem dat opgelost moet worden? Stuur ons even een bericht naar podcast@kro-ncrv.nl of slide in onze DM's op een of ander social media.
kanaal. En dan lossen we je probleem misschien wel op. Tot de volgende Zo Opgelost.